We gaan naar iemand uit jullie ploeg, naar Maxime van Gils. Want die kreeg vandaag het bezoek van Sammy Nairink. Na een goed voorjaar in de Ardennenklassiekers wil die jonge Belg heel graag schitteren in deze Tour. Maar dat zat niet mee. Hè. Op dag 2 viel hij behoorlijk zwaar. De wonden zijn nu wel bijna geheeld. En van Gils wou vandaag ook heel graag meespringen in de ontsnapping. Maar dat klinkt allemaal mooi op papier. In de praktijk moet je ook een beetje geluk hebben. Wat ik zei, in de start gaat dat oorlog zijn. Je kunt dat een beetje vergelijken met binnen de wilde beesten dat ze ineens loslaten. En dat allemaal zo rap mogelijk aan de voederbak of in de weide willen zijn, denk ik. Dus dat is echt pittig. Want mensen zeggen wel eens van, ja, waarom ga je in de vroege vlucht in een grote ronde? Maar om in de vlucht te gaan in een grote ronde, moet je echt hard kunnen fietsen. En hoe wild ga je dan tekeer gaan? Zoals je zegt, om die voederbak te behouden of erbij te zijn? Ja, je moet ook een beetje indelen, want het is een beetje kijken en denken. Ja, veel kijken en denken. Hè? Ja, koers is veel kijken en denken. From the start, we are there. Especially with Pascal, Florian, Victor and also Maxime, of course. It's a good day for you. En maakt het uit wie er nog bij zit? Liever geen klassements, renners, maar... Ja, Wout van Aert, Mathieu van der Poel. Liever niet, hè. Liever niet. Ik was vorige week een keer in een aanval, daar was Wout mee in. Hier, rap. Amai. Ik zat daar en dacht, wow, die bleef maar gaan. Volgens mij heeft hij heel de etappe wel blok gereden. En die was nog altijd niet moe, dus dat is wel echt heel straf. Hoe vaak heb je al gedacht, wat doe ik hier? Momenteel nog niet. Ik heb me echt wel geamuseerd. Deze dag ging vrij goed. Alleen geen superbenen, maar was wel oké. Maar aan de tweede dag had ik dan gevallen. Dat was toch wel een vrij lelijke smak. Daar heb ik wel een paar dagen van moeten bekomen. Maar een dag erna had ik echt een heel slechte dag. Toen heb ik echt afgezien. Het was ook gigantisch warm. Dan dacht ik wel na 100 kilometer. Oh, pff, ik wil naar het hotel. Ik heb het gehad. Maar ja, je moet de bende volgen en je moet naar de finish. Op een gegeven moment dacht ik van, ik ga niet meer voorbij donnen. Of ik kom niet meer terug. Ik moest pipi doen, maar ik dacht, ik ga niet pipi doen, want ik wil gewoon die krachten niet meer gebruiken om terug te komen. Ik wil gewoon hier blijven zitten en hier gewoon blijven zitten naar de finish rijden. Dus ja, dan zitten gewoon te rijden en hopen dat er op voorbij gaat. Je was mee, hè. Was het plan. Dat is gelukt, maar het is ja, dan weer mislukt, want de klassementsrenners waren er ook bij. Ja, het ging super rap op de eerste klim. Dat was de hele tijd het verhaal. En op de top dacht ik van, ik zat dat blok, dus de rest gaat ook dat blok zitten. En dan waren we weg met man of 14, denk ik. Waaronder ook twee grote kanonnen van de Tour. Vingegaard en Pogacar. En die begonnen op het volgende stuk bergop, begonnen die elkaar aan te vallen. En dat was echt ontzettend lastig. En dan, ja, ik was volledig opgeblazen. Zeker zo in de start, als ik direct vooruit moet gaan, blaas ik al heel rap op. En nu was ik nog eens maal 2 opgeblazen, dus het was echt een lastige start. Enig idee hoeveel calorieën je vandaag hebt gebruikt? Geen idee, ik kan kijken. 3700 verbrand. Dus ik kan nog wel wat kunnen eten straks. Voor een gewone man in de straat is dat enorm veel voeding. Ja, ik denk dat voor een normaal mens ook moeilijk is om nog zoveel te eten. Is dat de verklaring voor ja, jouw grote succes? De voeding die beter wordt begeleid. Britt Lambrecht, die diëtiste is bij de ploeg. Ik denk dat Britt een van de beste transfers is geweest vorig jaar. Andere ploegen waren daar misschien dan meer mee voeding. Maar nu met Britt hebben we toch wel een enorm grote stap gezet. Hoeveel sta je gerangschikt in deze Tour? In de klassement? Ja. Ik ga gokken. 60ste. Vanmorgen stond je 82ste. Je bent 10 plaatsen opgeschoven. 72ste. Misschien van een top 50 gaan. Parijs, dat is het doel. En misschien onderweg nog iets forceren, ja, natuurlijk. Proberen. We blijven proberen. We zijn in de Tour om uitslagen te rijden. En morgen hebben we een supergoeie kans met ICS toegekomen. Caleb. Met Mr. Caleb. Dus ik hoop dat we morgen hier dicht zijn of dat raak is. En dan gaan we zien voor de rest van de Tour dat we er nog zijn en nog eens proberen mee te zitten. En hopelijk dan geen klassementsrenners mee in ontsnapping. Donderdag misschien? Ja, donderdag zou een mooie dag zijn. Ik kom mijn vriendin kijken. Dat is nog eens een extra motivatie, dus daar kijk ik wel naar uit. Veel succes. Dankjewel.
Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.